Kijk, dit is dus het idee wat we willen gaan maken. Ik wil niet winnen. Nee. Kom eens. Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag ga ik weer vloggen, want ik heb een hele lange, leuke, drukke dag. Dus ik dacht, ik ga jullie lekker meenemen. Ik ben nu onderweg naar Haarlem, want ik ga weer sporten samen met Niek. En je hoort nog aan mijn stem, het is vroeg. Nou ja, vroeg, laat maar. Het is 10 uur, maar ik kom net mijn bed uit. Ik ben net een half uurtje geleden opgestaan, gedoucht, gegeten, net een broodje in de auto. Maar mijn stem, ik weet niet wat er met mijn stem is, maar ik ben altijd heel schorrig in de ochtend of zo. Dat is echt zo'n... Ik heb altijd echt zo'n ochtendstem. Maar goed, dat boeit verder niet. We gaan eerst lekker sporten. En daarna ga ik met mijn vader naar een bedrijf die allemaal meubeltjes verkoopt. En banken en zo voor in mijn kamer bij Gio. Dus we gaan eventjes meubels uitzoeken, dat is leuk. Daarna ga ik waarschijnlijk nog naar Stefan voor een video. En dan in de avond hebben we een wedstrijd met Creators FC. Dus het wordt één hele leuke, drukke dag. Maar goed, nu eerst lekker sporten. Het weer is niet helemaal lekker vandaag. Echt een hele grijze, grauwe lucht met een beetje regen. Maar daar in de verte dan wel weer een soort van zonnetje. Het is een vage dag. Oh, daar gaat hij. Moet je eens kijken, hé. Hey. Wat doe jij nou? Auw, ik ging mijn hak op dat ding. Dat moet je dus niet doen. Het is echt een best wel lange tijd geleden dat we weer hadden gespoord. En volgens mij de laatste keer in de vlog was dat ook echt de laatste keer dat ik had gespoord. Maar je merkt gewoon dat als je echt een tijdje niet sport, dat je gewoon echt gewoon slap bent geworden. Gewoon echt een soort van slap. Oeh. Ja, gaan we weer beginnen? Nee, ik draag mij netjes. Oh. Nee, oké. Maar... Kijk dan wat hij doet. Trek gewoon weer even mijn broek uit. Nu gaat hij het even laten zien. Maar jij doet zonder elastiek, hè? Hoppa. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hoezo stop je bij 8? Ja, oh ja, nu nog even heel stoer 2 maken. Ja, kom dan. 9. Ja, sorry, ik was even de tel kwijt. Oh ja. Sorry jongens, het spijt me echt. Ik zei je gewoon hard op de tellen, toch? Ja, ik weet niet hoe dom je bent. Maar... Dan gaat hij naar binnen, want we gaan natuurlijk weer eventjes een broodje halen. Dat doen we altijd na het sporten. Want je moet altijd heel goed eten na het sporten. Want dan voedt je spieren weer en dan kan je er weer helemaal tegenaan. En dan word je echt een hele sterke jongen. Heb je pittig genomen? Maar de pittig is echt pittig hier, hè? Ja. Ja, hij heeft het zo zwaar. kijk hem lijden dan. Oh, oh, oh. Misschien is het jullie net ook al opgevallen, maar mijn lip is een beetje dikkig en uitgedroogd. Maar ik heb vanochtend iets gegeten, iets nieuws. Mijn moeder die had een soort van een yoghurtje met bepaalde besjes. En ik nam dat. En opeens werd mijn lip dik. Dus volgens mij ben ik allergisch voor een bepaald soort besje. Ik weet nog niet wat. Het is heel gek. Ik heb nog nooit gehad dat ik ergens allergisch voor ben. Dus ik ga eventjes binnenkort misschien even een test doen. Om te kijken of ik inderdaad allergisch ben voor bepaalde stoffen. Maar ja, ik weet niet of je het heel goed ziet, maar... Mijn lip is gewoon wat dikker en ik voel ook echt zeg maar dat er iets opgezwollen is. Maar ja, goed. Ik hoop dat het niet, niet dikker wordt of erger, maar goed. We zijn nu eventjes bij Niek en die is even wat halen. Maar kijk even dit. Ik word hier zo blij van. Holy shit. Een heerlijk zonnetje. En ik ben eventjes lekker aan het wachten in de auto. Mam, één ding. Ik neem nooit meer een hapje van jouw yoghurt. Nee, wat waren dat voor besjes dan? Of was dat waren nieuwe besjes? Nee, deze. Maar ik heb ze weggegooid, ze zullen wel niet goed zijn geweest weer. Blauwe bessen. Ja, het was echt niet chill. Nu lijkt het net of ik botox heb ingespoten. Dat is ook niet de bedoeling. De auto wordt weer ingeladen en ik ga nu richting Haarlem, de zaak van mijn vader. Want ik ga mijn meubels uitzoeken. Ik ga mijn meubels uitzoeken voor de kamer bij Gio. En wat we nodig hebben is nog een bankje. We hebben nog een soort van tafeltje nodig waar mijn tv op komt. En nog allemaal andere leuke spullen. Dus we gaan gewoon eventjes kijken en ik laat aan jullie zien wat er allemaal staat en wat er allemaal is. Tot vanavond. Tot vanavond, ik had de auto aan. Guten Tag, schönen Tag, Vincent, komm binnen, komm klar. Guten Tag. Wie geht's, Mirage? Ja, die geht's gut. You have like gesport. Zie je mijn lippen? Ja, yeah, looking good, man. Weet je wat is gebeurd? Botox. Nee, ik had dus vanochtend blauwe bessen van mama in de yoghurt. Opeens heel mijn lip dik. Oh, lekker man. Weer allergisch. Ja, blijkbaar. Fucking raar. Oh, wat zielig voor je, man. Wat ben je weer lekker aan het werk? Ja, maar een beetje aan het klooien, een beetje aanklooien hier en daar. Mooi hoor. Beetje kijken, hè. Dus Leuk, leuk. Ja, heel leuk. Hé, hey, ik laat je met rust. Oh, dat is niet. Oh! Zo. Ik loop even hier te gaan. Nee, maar ik laat je met rust. Doe lekker je ding en Wees voorzichtig, hè. Nee, dat komt goed. Dat komt goed. Oké.
Oké, hey, doei hè. Dag. Kijk, dit is dus het idee wat we willen gaan maken. Nou ja, we... Eigenlijk alleen jij. Maar goed, hier is dus het bed. En dan komt hier een bankje. Hier is natuurlijk die lift van Gio. Daar komt dan mijn setup met mijn boksen en mijn lampen. Alleen het probleem is nu dat we niet per se, niet precies weten hoe lang dit bed wordt. En hoe ver het van de muur afstaat. Waardoor we nog niet helemaal lekker dit allemaal kunnen inrichten. Als ik dus vanavond naar Gio ga, moet ik dat echt eventjes gaan opmeten. Want straks dan heb ik straks dat bed. En dan heb ik straks allemaal banken en allemaal tafeltjes en alles gefixt. En dan past het niet. Dus ik moet gewoon straks eventjes bij Gio even gaan opmeten hoe groot het nou echt is. En hoeveel het bed dan van de muur afkomt. En dan kan ik andere dingetjes gaan bestellen. Zoals banken en alle andere spullen. En ik heb echt wel zin om er straks gewoon te wonen. En dat dit gewoon echt mijn kamer is. En dat het gewoon helemaal vet wordt. Maar dat duurt nog wel even. Het bed komt waarschijnlijk over 3 weken of zo. Dus dat komt allemaal wel goed. Wij gaan lekker naar binnen. Ik heb mijn mondkapje op. Want als je in de showroom loopt moet je natuurlijk een mondkapje op. En we gaan eventjes lekker op banken zitten en gewoon kijken wat er allemaal is. En ik ben heel erg benieuwd. Wij zitten weer in de auto en wij gaan weer terug naar Haarlem. Maar ik heb zoveel leuke spullen gezien. En ik heb er al nu weer zoveel meer zin in gewoon om gewoon dat alles straks af is. Weet je, dan zie je hier die banken staan, die leuke tafeltjes. En dan komt het allemaal zo dichtbij en heb je er gewoon echt gewoon zin in om alles te gaan inrichten. Maar goed, we weten nu ongeveer wat we willen hebben en wat allemaal, wat ik allemaal nodig heb, zeg maar. Alleen nu is het echt cruciaal dat ik even dat bed ga opmeten, hoe groot dat wordt en hoe diep dat de kamer in komt staan. Want zolang ik dat niet weet, kan ik niks bestellen. Dus ik ga dat vanavond eventjes bij Gio doen en dan kunnen we echt dingen gaan bestellen. Ik heb er zin in! Ja. Mijn kamer wordt grandioos, lijp, fantastisch, ultiem, cool, mooi, vet, gaaf. Want wij hebben allemaal hele mooie spullen gezien. Oh ja? Ja. Wat dan? Bank. Tafeltjes. Welke tapijten. Welke kleur is de bank? Anthraciet. Of een beetje geel, koper. Oh, kijk eens even. Ik word helemaal verwend hier. Met een lekkere salade voordat ik ga sporten. Lekker kip erbij. Heerlijk, jongens. Oh, en kijk, ik ga lekker buiten in de tuin zitten. En genieten van de zon. Want ik hou van de zon en ik hou van de zon. En ik hou van... Oh ja, sorry. Ja, ik hou ook van jou. Dat moest ik inderdaad even zeggen. Sorry. Holy shit! Ik ben zo verslaafd aan het nieuwe album van Justin Bieber. Ik ben sowieso echt Justin Bieber fan. Maar echt, jongen. Oh, wat een album. Ik word er gewoon altijd zo blij van. Als ik mij een keer even kut voel of zo, ga ik Justin Bieber luisteren. En ik ben weer gewoon helemaal de oude. Ik ben weer helemaal mannetje. Ik ben weer helemaal vrolijk, gezellig. Maar goed, ik ben nu onderweg naar Niek om hem op te halen. Maar ja, ik ben zoals altijd weer een beetje aan de late kant. Ja. Ik denk dat als mensen dit kijken die mij bijvoorbeeld, een opdracht hebben voor mij voor acteren. Dat die denken van, laten we Vincent maar sowieso een half uur van tevoren komen. Aangezien hij altijd te laat is, omdat ik het steeds in mijn vlog zeg. Is me niet heel handig misschien. Maar goed, ik heb echt totaal geen zin om naar Utrecht te rijden. Ik weet niet, ik zit vandaag de hele dag al een beetje in de auto. Dus ik ga vragen of Niek gaat rijden. En dan kan ik lekker hier lekker gaan een stoeltje naar achter. En misschien nog eventjes een kort dutje doen of zo. Lijkt me lekker. Maar goed, let's go naar Niek. Hey Niek! Hallo? Ben jij er bijna? Ik ben er bijna, ja. Ik ben niet te laat, toch? Zeg je? Ik ben toch op tijd? Is hij 4:50? Huh, zei ik 4:50? Ik bedoelde 5:10. Ah. Nee, ik ben er bijna. Ik rij nu bij de gevangenis. Oh, okay. Bij de koepel. Top. Ik ga mijn auto hier gewoon neerzetten en ik ga gewoon op de passagiersstoel zitten. En dan ga ik gewoon kijken wat hij doet. Kijken of hij gewoon instapt of dat hij denkt van, nee, ik wil niet rijden. Waarschijnlijk is het die. Waarschijnlijk is het, nee, ik wil niet rijden. Maar goed, ik ga lekker op de passagiersstoel zitten en dan zie ik het wel. Ik zet hem even op de Niek-stand, zo. Goedendag. Moet ik rijden? Ja. Oké, cool. Oh, ik had deze echt niet verwacht. Boetes zijn voor jou, hè? Nou, dat denk ik dus eventjes mooi niet. Wel. Hoezo zijn de boetes voor mij? De kas. Heb je het ook al achter gezet? Ja. Ik zei net zo van, ik heb gewoon geen zin om te rijden. Tegen wie zei je dat? Tegen deze mensen. Eigenlijk tegen jezelf. Eigenlijk tegen mezelf. Eigenlijk maar ik zei dat ik geen zin had om te rijden. En toen dacht ik ga gewoon hier in de stoel zitten en dan ga ik gewoon kijken hoe jouw reactie is. En ik dacht dat jouw reactie zou zijn, nee, ik heb geen zin om te rijden. Jawel, want ik heb net een dutje gedaan. Ja, en weet je wat ik dus nu ga doen? Een dutje. Ik zei het net ook al, ik heb gewoon zin om even kijk, gewoon dit te doen zo en dan, tot in Utrecht. Oké, tot in Utrecht. Slaap lekker. Maar wacht, ik denk niet dat jij in slaap kan vallen met
Jawel, want je moet hem op Eco Pro zetten voor mij. Kijk, hij gaat op Eco Pro, waardoor je niet hard kan optrekken. Dag papa van Niek! Ik zet hem op Eco Pro, zodat je niet hard kan optrekken. En dan ga ik lekker liggen. Bij spiegelmannen. Ja? En dan zie ik wel wanneer we er zijn. Zie ik jou in Utrecht. Ja. En je cameraatjes. Ja, is goed. We zijn er, we gaan lekker voetballen. Is jou de conditie, ben jij in topvorm? Nee. Nee? Ik heb nog een uurtje geslapen. Heb jij nog geslapen in de auto? Nee. Nee, hè? Glenn. Niet voetballen vandaag, hè, want je bent iets te oud. Nee, ik niet, echt niet het veld op gaan, anders krijgen we een boete met het hele team, dat willen we niet, hè? Absoluut niet. Dus niet doen, absoluut. Niet doen. Nee, Lenny mag niet meedoen, omdat hij dus, niet... onder de 27 mag, toch? Onder? Tot 27? Ah, dan kan je net niet meedoen. Hey, Rijn, waarom doe jij mee? Waarom doe jij mee? Om die helft van eruit te halen, denk ik. Maar jij bent fucking slecht, dus waarom de fuck doe jij mee met Creators FC? Het is gewoon niet leuk. Kijk, het is gewoon niet leuk. Kijk, wij willen gewoon winnen. Maar kijk niet op, ja. Maar als jij... Ik doe even lang meer. Kom maar. We gaan niet winnen. Kosso doet ook mee. En Kosso die heeft natuurlijk Kosso Nutrition. Dus we hebben net even een pre-workoutje genomen. Dus dat is helemaal top. Die kunnen er tegenaan. We hebben nu de warming up gedaan. Ik ben kapot. Ja, hij mikte hem kapot. Zag je hem? Ja? Hij mikte hem naast. Sowieso, hij mikte hem naast. Dat doet hij altijd. Hij doet het altijd. Nou ja, maar in de wedstrijd doet hij het ook. Ja, maar in de wedstrijd ook. Ja, ja, ja. Ik weet ook niet wat hij hier eigenlijk doet. Zeg maar, deze guy, zeg maar, die is zo goed. Maar weet je wat leuk is? Dat vindt hij zelf ook heel erg. Dat is niet waar. Ik vind wel dat je nu jezelf tekort doet, Vincent. Want volgens mij ben jij de verdette in het team, weet je wel. Hey, vorige week, hè? Scoring wat dacht je? Bijna. Vorige week? Bijna van de 16 gekregen in de kruising. Man of the match. Ja, ik vind wel dat ik die van me is gestolen, eerlijk gezegd. Weet toch? Ik was achterin. Gast, de reddende man. Hoezo? Ik was gewoon veel te goed. Moest je al die balletjes aanleveren, weet je, en dan deed je er uiteindelijk niks mee. Goed, ik ga even naar de kleedkamer. Ik ga heel even... Heel bij het aardig vind. Ja. De conditie is niet helemaal top, hè? Ik geloof niet daar niet van. Ik ken het ook al, mijn conditie is fucking slecht. Gelijk de bal halen, Lucas. Lekker, ballen. Ja, ballen hier. Hé, jammer man. Nou, dit gaat slecht. Zie je? Pie, laat me jou eens even filmen dan, want ik zie jou weer veel te veel. Ga maar hoor. Weet je hoe je moet inzoomen met een camera of doen alle andere mensen dat voor jou altijd? Doe andere mensen, maar kijk, ik heb geen idee. Snap ik. Ben je wel kapot? Hoe zoom je in? Ik krijg steeds meer conditie of zo, denk ik. Ja, bij die warming-up was ik al kapot. Ik heb altijd de eerste helft op kut en de tweede helft ben je op trek. Tweede helft nog steeds kut, wat vraag je nou over? Ja, nee, maar... Haat jongens. Dit is Vince's moment. Nou, die ging naar Plito's, zoals jullie ook wel hebben gezien. Lekker balletje, Vin! De warming-up zit erop. We zijn warm, maar je hoort het al. Mijn conditie is zo slecht, jongens. Oh, yo. Goed, ik ga even mijn schemerschermers pakken en mijn shirt aantrekken. En dan gaan we eventjes knallen. Kijken of we wat kunnen scoren. Of en, nou, sowieso winnen. Gewoon, we willen gewoon winnen. De focus van Buddy is erg hoog. Hij is echt helemaal lekker op zichzelf, is hij nu. En hij is zich aan het voorbereiden op de mentaal. Hij is gewoon echt mentaal zo aan het voorbereiden op de wedstrijd. Ja, kijk daar, dat willen we zien! Als je de bal krijgt, lieg al voordat je de bal krijgt. Wat ga je mee doen? Dus als daar, als Kosso de bal naar mij gaat spelen. En is het oké dat ik jouw shirt aan heb? Ik ben echt super vereerd dat jij mijn shirt hebt. Ziek, hè? Dus zelfs in mijn tijd bij Arsenal was er nog nooit zo snel gesprint als jij straks met een shirt. Niet normaal. Ja, mijn shirt is er dus niet. Dus ik heb nu het shirt van Glenn aangetrokken. En ik draag hem met trots. Ik ben vereerd. En ik ga voor een score ook. Ja, is ook ja. Kom op jongen! Hey! Hey, kom op hè! Ja. Eerste reactie van de wedstrijd tot nu toe. Fucking slecht. Echt kut hè? Gast, ik heb geen conditie meer. Jongens, ik kan niet meer. Ik val echt neer gewoon. Oei! Oké, okay. De eerste helft zit erop en het is 0-0. Maar ach jongens, ik ben kapot. Ik kon niet meer. Oh. Mama. Ja. Nee, hoe voel je je? Nee, gaat gewoon goed. Ja, en nu echt? Nee, ja, het was zwaar man. Tweede minuut werd ik kaart getackled. Zo, en we hebben 2-0 verloren. Fucking kutzooi. Ja, we speelden echt op agressieniveau gewoon echt hard. Maar die jongens waren ook gewoon agressief en deden ook gewoon echt hun best. Dus ik vind niet dat we onterecht verloren hebben. Ha 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 ha.
Oh, ik ben kapot. Ik ook. En wij dachten, we gaan eventjes bij het tankstation, gaan we even een chocomel halen en even wat water. En dat mag dus niet. Dat is echt heel raar, want er stond nog een man en die wilde die haalde een koffie. Die had een koffie. En die zei ze van, ja sorry man, ik heb wel koffie gezet. En toen zei die gast achter de balie, ja koffie mag wel. Dus je mag wel warme chocolademelk halen en koffie. Maar je mag geen water halen of een ander drankje of wat eten. Voor de duidelijkheid, het is nu na 9 uur. Ja, het is na 9 uur. We hebben een verklaring mee, want we rijden nu richting Gio Rotterdam. We hebben net gespeeld. 2-0 verloren, helaas. Oh, maar ik... Maar eigenlijk zouden we wel voor de avondklok thuis zijn geweest. Alleen de scheid stond bij een andere voetbalclub. Dus ja. We moesten een half uur wachten. Scheid. We zijn aangekomen bij Gio. En moet je kijken jongens, het aquarium is helemaal af. JD! Dankjewel voor het eten. Alsjeblieft. Vind ik echt heel lief. Jade die heeft eten voor ons gemaakt. Ik vroeg, yo, we moeten even jullie koken. Maar wij waren toen nog aan het spelen. En zei ik, later van, oh, ik denk al dat je hebt gekookt. Dus ik... Wat doe jij nou? Ik wilde haar aanraken en... dit maakt het dus nog kutter. Ik wilde haar aanraken. En dat weet ik al. Ik ben gewoon heel moe. Maar goed, wat ik wilde vertellen. Ja, hij heeft lekker eten voor ons gemaakt en dat is top. Ja, precies. Kun je nagaan. Holy shit. Nee, ik ruik geen geur. Dit is echt bizar. Ik denk dat jullie al wel weten waar ik sta. Zo, ik kom niet eens aan mijn woorden. Lekker. Holy shit. Dit is... niet normaal. Zo, hij is echt nog heel warm. Ja, het is fucking warm. Ik had eigenlijk eerder voor de 488 gekozen. Maar door die story... Dit is zo bizar. Ook dit, die Gio-logo's. Wauw. Jullie weten misschien wel dat ik echt een autoliefhebber heb. Ja, dat weten jullie wel. Jullie weten misschien wel dat ik echt een... Ja. Ben je een autoliefhebber? Oh jongens, ik kom dus gewoon niet uit mijn woorden als ik dit ding zie. Maar jullie weten echt dat ik... Jullie weten dat ik echt een autoliefhebber ben. En ik vind dit echt heel cool. Ja, het is bizar. Het is zo satisfying om naar dit ding te kijken. Ja, maar daarom. Het is perfect. Ja, echt jongens, mijn auto hart gaat hier echt hard van kloppen. Man. Holy shit, die stoelen ook. Alles is dik. Ik ben weer in mijn kamertje. Maar ik moet... Oh ja, dat moet ik gaan doen. Ik moet gaan opmeten. Ja, ik ga dat nog wel eventjes doen. Want kijk, dat probleem dus... Kijk, hier komt een bank te staan. En hier komt dat het kastje. Maar ik vraag me af... Hoe ver het bed nog hier komt te staan. Want er zit een bord achter. Wat zeg maar hier ongeveer komt. Waardoor er nog ruimte is. Dus ik moet even gaan opmeten hoe groot die ruimte is tussen de muur en het bord. Waardoor ik kan niet uitleggen. Maar ik moet gewoon even gaan meten. Ik ga even meten. Oh jongens, ik ben gesloopt. Ik ben helemaal kapot. Toppie en ik gaan in hetzelfde bed slapen, gezellig samen. Maar goed, ik ga ook weer de video afsluiten voor vandaag. Dus vonden jullie dit nou een leuke video? Laat dan een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later!